Nu zaterdag kan u kijken naar het televisiedebuut van conflictjournaliste Kaya Verbeke. Dat is op Canvas bij Rudy Franks, zijn programma. Welkom, dag Kaya. Dag Thomas. Kaya, je hebt een reportage gemaakt over de Mapuche. Ja, inderdaad. Wie en of wat zijn de Mapuche? De Mapuche zijn een inheems volk in het zuiden van Chili. Zij hebben een heel moeilijke geschiedenis achter de rug. Zij zijn heel veel territorium kwijtgeraakt en zij zijn nu bezig met het terugwinnen van hun territorium. Ja. Je kan het eigenlijk vergelijken, het is een soort indianengroep. Ja. En dan in Chili. En die worden dan onderdrukt door de Chilenen? Of hoe moet ik mij dat voorstellen? Zij zeggen dat zij worden onderdrukt door verschillende actoren. Door de overheid. Ja. Door multinationals. In welke zin? Wat gebeurt er? Als zij demonstreren bijvoorbeeld, worden die demonstraties onmiddellijk beëindigd. Ook al gaat dat heel vredevol. Ja. Zij worden ook onderdrukt door multinationals, heel grote houtbedrijven die in de buurt wonen en die grote plantages, eucalyptus en dennenbomen aanleggen. En zij zijn hun territorium kwijt. Zij wonen op kleine stukken land. En zij kunnen daar niet van leven, want hun ideaal is om in de natuur en met de natuur te leven. En dat gaat niet meer. Dus zij leven heel vaak in armoede. Ja. Je hebt daar een reportage over gemaakt. Ja. En ja, gaandeweg bleek ook dat ook de Mapuches niet allemaal bepaald heilige boontjes zijn. Bueno, como ustedes ven, esta es una casa quemada por un atentado encapuchado. En esta casa vivían mis tíos, Werner Luxinger y Vivian Mackay, que en ese hecho perdieron su vida. Hubo un intercambio de disparos. Eran hombres armados, encapuchados, tal vez una quincena. Yo estamos hablando de personas sobre los 75 años, con problemas de movilidad. Ellos fallecieron quemados, no asfixiados, a eso de las 6:30, 7 de la mañana. Se descubrieron los dos cuerpos de ellos acá en este mismo lugar donde nosotros estamos parados en este momento. Hoe rap had je door van, oké, er is ook een andere kant van het verhaal. Laat. Ja? Ja. Met welk idee was je vertrokken? We hadden een scenario opgemaakt en we hadden contacten vanuit België. En we waren uitgenodigd bij 3 gemeenschappen van Mapuche. En we hebben dus eerst een researchperiode gedaan. En dan na die research kwam dan het echt filmen. En dan midden in het filmen kwamen wij per toeval iemand tegen die een heel ander verhaal vertelde. En dan hebben we alles omgesmeten. Hebben we heel het scenario veranderd. En dan zijn wij meer die kant ook gaan belichten. En welk evenwicht komt daar nu uiteindelijk uit? Ja, het evenwicht is het allermoeilijkste geweest voor ons. Dat willen wij ook heel mooi tonen in de documentaire. Door van de ene kant naar de andere kant te gaan. Het is echt een slingerbeweging. Want het is eigenlijk het gevoel dat wij zelf ook hadden. Toen we aan het filmen waren. Je gaat in gesprek met bijvoorbeeld de Mapuche en die argumenteert waarom. En dan kan je dat wel begrijpen. En dan ga je naar een buurtbewoner die zegt hoe dat hij aangevallen wordt af en toe door Mapuche. Of soms heel vaak, op een heel gewelddadige manier. En dan kan je dat ook begrijpen. Ja. Dus het is voor ons heel moeilijk. Wij hebben ook geen conclusie. De conclusie is eigenlijk dat de overheid al veel te lang niets doet om beide zijden eigenlijk... Ja. En waarom is dat? Ja, waarom? Is dat ergens heel afgelegen of zo? Het is echt in de natuur. Het is heel afgelegen, maar waarschijnlijk heeft dat ook wel te maken doordat er heel veel belangrijke grote bedrijven zitten, ook uit Europa. Ja. En dat het misschien wel daarmee meer te maken heeft dat de overheid liever niet ingrijpt, omdat het op dit moment wel voordelig is. Het is wel opmerkelijk, want het is een conflict waar we nog nooit van gehoord hebben. Hoe ben je erop uitgekomen? Mijn vriend, de vertaler en fixer Inigo, die vertelt heel vaak over Chili. Vertelt heel vaak wat er in Chili leeft, in Latijns-Amerika. Is dat Mapuche? Nee, hij is geen Mapuche. Nee. Maar hij is wel enorm geïnteresseerd in het conflict. En hij vertelt daar heel vaak over. En toen dacht ik, ja, kijk, ik heb eens een artikel geschreven over de Mapuche. En ik vond dat dat nog niet voldoende was. Dus dan dacht ik, ja, het is het moment om het echt groot aan te pakken. En het is volledig uit te leggen. Ook al in 25 minuten is dat enorm moeilijk. Dus we gaan ook een lange versie maken. Ja. Maar we willen het wel eens in België en hopelijk ook daarbuiten wel
tonen wat er daar eigenlijk in Chili aan de gang is. Want het is een enorm groot conflict waar je hier gewoon nooit over hoort. Ik heb wel gehoord, sorry, dat het laatste jaar de illegale kap weer enorm de lucht is ingeschoten. Daarvoor was het een beetje minder en ging het beter met het regenwoud. Maar dat is niet meer zo. Ja, het illegale kap, dat kan zijn. Ja. Maar wij zijn veel minder... De houtbedrijven komen in onze documentaire... Ik heb er wel een artikel over geschreven, maar het is een heel moeilijk thema. De houtbedrijven zijn ook wel echt een kwaad voor hen. En ja, de illegale kap, ja, het is, zij doen soms ook illegale kap. Als zij land innemen en er staan daar bomen op, gaan zij die ook kappen en vaak ook verkopen dan. Maar die houtbedrijven, daar focussen wij ons minder op. Het gaat echt wel over de buurtbewoners. Het conflict daar, maar dat valt me wel op. Het conflict tussen de buren eigenlijk. Jij trekt daar naartoe. Je weet zelfs nog niet eens of dat een reportage wordt die ergens voor kan dienen. Nee, je voelt gewoon de drang om naar een conflict te gaan. Waar komt dat vandaan? Conflict interesseert mij. Mensenrechten interesseert mij. Groepen die buiten de samenleving staan, interesseren mij. Maar wat heeft jouw ogen geopend? Ja, ik heb een tijdje in Egypte gewoond, in 2011, in de woestijn, in de Sinaï-woestijn. En er was er dus enorm veel gaande in Egypte op dat moment. Je hebt het Tahrirplein meegemaakt? Ja, ik heb op het Tahrirplein gestaan in juli, tussen duizenden demonstranten. En voordien schreef ik vooral over kunst en cultuur. En toen dacht ik, ja, dit is het. Maar waaraan voel je dat dan, van dit wil ik meemaken? Het is, de geschiedenis wordt op dat moment geschreven en dat was zo groot en zo belangrijk. En die uitdaging om dit moeilijk conflict gewoon eens duidelijk uit te leggen aan mensen die er nog nooit van hebben gehoord, is ook wel heel belangrijk. Raak je ook niet enorm gefrustreerd als je al die conflicten ziet en met die verhalen terug naar huis komt? Nee, eigenlijk niet, omdat wij wel echt... ons op een afstand hebben gehouden. Ja. Dat moest ook wel, want wij verbleven ook bij hen. Dus je kan niet zomaar... Je moet objectief blijven. Ja. Dat was soms heel moeilijk. Mm-hmm. Want we hebben ook ceremonies meegemaakt van Mapuche. Eeuwenoude ceremonies. Was fantastisch om dat te mogen meemaken. En dan ben je al vlug geneigd om te denken van deze cultuur moet echt wel worden gerespecteerd. Maar goed, ja. Ze doen dan dingen die ook niet altijd oké zijn. Dus dat is ook niet... dat moet ook aangepakt worden. En kan dat opgelost worden, dat conflict? Ik zou zo'n dingen altijd willen oplossen. Ja, dat was de vraag die we aan iedereen hebben gesteld. Ja. Aan elke gesprekspartner hebben we op het einde van het gesprek gevraagd van wat is voor jou de oplossing? En het is altijd dezelfde oplossing. Het is een politiek probleem, dus het moet politiek opgelost worden. En het is nu eigenlijk een heel, heel belangrijk moment, omdat Chili nu doorheeft dat het een politiek probleem is. Dat heeft heel lang geduurd. Dus nu kunnen er dingen gaan schuiven. Kan het bougeren? Het kan bougeren. Maar wat ik me wel afvraag, met jouw interesse voor alles waar conflict is... Mm-hmm. Ja, conflict gaat ook wel eens gepaard met geweld. Of met rondvliegende kogels, in het ergste geval. Heb jij nooit schrik? Of maken jouw ouders zich geen zorgen met jouw nieuwsgierigheid? Ik denk van niet. Ze laten het alleszins niet blijken. Ja. Maar ik heb ook nog niet in situaties gezeten... Maar je bent 26 jaar van oké, waar is het conflict? Allen daarheen. Het is ook geen open oorlog, hè? Nee, maar goed. Kan snel keren. We werden gewaarschuwd vanuit België dat zowel de Mapuche als de overheid het niet leuk zouden vinden als wij daar als Belgen even kwamen neuzen wat er allemaal gebeurt. Maar ter plaatse zijn wij ook gewaarschuwd geweest door verschillende partijen, maar we hebben nooit het gevoel gehad dat we echt in gevaar waren. We vergelijken dat dan, we denken spontaan aan Rudy Franks uiteraard. Het zal waarschijnlijk ook niet voor niets zijn dat Rudy ervoor kiest om jouw documentaire, jouw reportage uit te zenden zaterdag. Maar Rudy die had ook wel nog een aantal tips voor jou. Beste Kaya, proficiat voor de reportage die je voor ons gemaakt hebt. Maar ik heb nog een paar tips. Tips die je niet leert in de filmschool of in de lessen journalistiek. Wees boos af en toe. Het lucht op, geeft energie. Eén klein detail. Als de anderen een geweer hebben, dan moet je altijd heel beleefd blijven en heel vriendelijk blijven. Dan hebben zij altijd gelijk. Twee, maak uw voeten vuil. Daarmee wil ik zeggen, wat is objectiviteit? De ene zegt dit, de ander zegt dat. Zoals zo heilig is in de lessen journalistiek. De werkelijkheid is wat ze is. Ga kijken. Maak je voeten vuil. En dan, de allerbelangrijkste misschien, wees eigenzinnig. Maar dat is, denk ik,
geen probleem. Namelijk, als wij iets zeggen, of Jeroen de eindredacteur iets zegt, moeten luisteren en dan toch je eigen goesting doen. Ook veel succes. Ik onthoud vooral dat je je goesting moet doen, Kaya. Ja, daar ben ik wel goed in. Is dat plannen? Ik had dat vermoeden ook wel. We zijn eigenlijk met drie die heel graag hun goesting doen. En ja. Dat leidt tot goede resultaten, denk ik. Fantastisch. Weet je al wat de volgende bestemming wordt? Waar staat het in brand? Nee, we willen echt dit project echt wel volledig verder afwerken. Ja, er komt een lange versie, er komt een normaal gezien een fototentoonstelling nog van ons drie. En dan zien we wel weer. Fantastisch. Bij mijn buren is er een beetje conflict, heb ik gezien. Laten we weten dan. Ze zijn er al mee bezig, het komt in orde. Mensen kunnen je verslag nalezen in Mo-magazine en zaterdag natuurlijk in Franks op Canvas. Heel veel succes en dankjewel, Kaya Verbeke. Dankjewel.